President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat er ernstige inbreuk is gepleegd op de staatsveiligheid. Er is namelijk een aantal wapens ontvreemd die in het beheer waren van oud-president Desi Bouterse. Er komt een diepgaand onderzoek hiernaar. Het defensie- en justitieel apparaat hebben de opdracht gekregen de zaak nauwkeurig af te handelen. Dit zei het staatshoofd gisteren op een openbare vergadering in de Nationale Assemblee. En er is opdracht gegeven aan de auditeur militair met een sterk team van de militaire politie om een grondig onderzoek te starten. En dat is een strafrechtelijk onderzoek, meneer voorzitter. En ik wil met name in dit kader verwijzen, omdat ik discussie wil voorkomen, meneer voorzitter. Artikel 145 van de grondwet. Het openbaar ministerie is met uitsluiting van elk ander orgaan verantwoordelijk voor de opsporing en belast met de vervolging van strafbare feiten, meneer voorzitter. Laat het Openbare Ministerie onderzoeken. Het enige wat de regering vraagt is grondig onderzoek. En de regering gaat een stap verder. Want inmiddels heeft de minister van Defensie ook al opdracht gehad van de president, die ook opperbevelhebber is. Maar ook alle andere inlichtingen en veiligheidsdiensten om ook dat ander deel te gaan onderzoeken. En dat heeft te maken met zaken die te maken met beheer van wapens, organisatie, bewaking, beveiliging, soort wapen, van waar zijn ze gekomen? Hoe is daar het controlesysteem geweest? Dus, meneer voorzitter, er is een breed onderzoek waar we scheiding moeten maken tussen opsporing en vervolging onder leiding van het Openbare Ministerie. En we vragen vanuit het parlement deze instituten om zo'n belangrijke zaak, die een ernstige inbreuk maakt op de veiligheid in het land, dat zo snel mogelijk opgehelderd wordt, meneer voorzitter. En dat er strafrechtelijke, tuchtrechtelijke en disciplinaire maatregelen getroffen moeten worden tegen ieder die enige betrokkenheid hierbij heeft, meneer voorzitter. Santokhi zegt dat moet blijken of er sprake is van diefstal of verduistering. Het staatshoofd deelde mee dat de wapens op een privélocatie van de oud-president opgeslagen waren. De zaak is begin deze week aangegeven bij de recherche van de militaire politie. Gisteren trok VHP-fractieleider Mahinder Yogi aan de bel in de assemblee over deze kwestie.